eventjes over Jaap en die Kauwgom. Ja. Moeten we het even over hebben, want die Feyenoord supporters die hebben daar een beetje, zijn daar een beetje helemaal klaar mee met dit. Met die kauwgom van Jaap, ja. Want die vinden gewoon van, die zaten maar aan als een koe te herkauwen en weet ik veel allemaal meer. En, maar luister even goed jongens, ik heb gelezen over kauwgom. Dat schijnt dus je hersenen te stimuleren en daar word je scherp van en daar hou je focus van. Dat krijg je allemaal met van kauwgom. Dus daarom is Jaap natuurlijk aan het kauwen. Alleen, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben het een klein beetje met jullie eens, want het ziet er inderdaad niet uit. Want dit, ik doe even die Jaap, hè, nu. Ja, dit is Jaap. Ja, dit is Jaap. Ja, helemaal zo door, ja, Jaap zo. Ja, dit is Jaap. Ja. En Jaap, ja, maar Jaap, als je kijkt, je kan ook kauwgom kauwen op deze manier, hè. Mag je af en toe even zo, even, maar dan weer, zo kan je ook kauwgom kauwen. Jaap, zo kan hij ook. Nou ja, kijk, dus, en dan kan Jaap gewoon blijven kauwen, want het is goed voor de focus. En dan zijn ze in Rotterdam-Zuid, want dit willen ze niet zien, Jaap, dit ontzettende gekauw. Nee, ze willen dus gewoon, oké, gaan we het zo doen.